Dit is het ING-journaal met in deze editie de jaarcijfers van 2011. De opkomst van mobiel bankieren. En wat zijn de verwachtingen voor 2012? ING Nederland maakt de resultaten over 2011 bekend. Nou, in 2011 heeft ING in Nederland een goed resultaat geboekt. Weliswaar 10% lager dan in 2010. Maar onder de moeilijke economische omstandigheden vind ik het toch een goed resultaat. We zien wel een aantal ontwikkelingen waar we op in moeten spelen in de toekomst. Wij denken dat de economische omstandigheden, zowel voor ons als voor onze klanten, de komende jaren moeilijk zullen blijven. En dan is het wel zaak om financieel gezond te blijven, zowel voor onszelf als voor onze klanten. Een van de prioriteiten van ING is het terugbetalen van de lening van de staat van 10 miljard. Nou, we hebben al een flink stuk afgelost, 7 miljard. En onze ambitie is om het resterende deel, zoals ING Groep ook al vaak heeft aangegeven, zo snel mogelijk af te lossen. Maar we moeten dat wel voorzichtig benaderen, gezien de economische omstandigheden op dit moment in de eurozone. Maar onze ambitie blijft, onze topprioriteit blijft voor 2012 en 2013 de aflossing van die staatslening. ING wil haar klanten ook in 2012 de best mogelijke dienstverlening bieden via kantoren en adviseurs. Mobiel, online en via social media. We willen eigenlijk als ING altijd dicht bij onze klanten zijn. En dat doen we door bijvoorbeeld speciale service aan te bieden voor ouderen. Wat bijvoorbeeld ook mogelijk is, is nog steeds contant storten op onze kantoren. Dat is voor ondernemers vaak een hele belangrijke service, dat contant storten. En gelukkig kunnen klanten ons ook steeds beter vinden voor complexe financiële vraagstukken. Wat mij betreft is dit nog niet goed genoeg, maar we willen het zo goed doen dat klanten ons aanbevelen bij vrienden, familie en collega's. En daar werken we heel erg hard aan. Het is alweer 3 jaar geleden dat de ING Bank en Postbank werden samengevoegd om de krachten van beide banken te bundelen. Nou, zoals bij de samenvoeging al voorop stond, gaan we voor uitstekende dienstverlening. En we zien dat klanten onze dienstverlening waarderen. Maar het kan nog beter. Er is volop ruimte voor verbetering. We gaan niet voor een voldoende, maar we gaan voor een 9. En daarom voeren we een actieve dialoog met onze klanten. Want het gaat erom dat wij de dienstverlening leveren waar onze klanten behoefte aan hebben. Door de explosieve groei van smartphones en tablets neemt ook de vraag naar mobiel bankieren toe. Altijd en overal saldo checken, geld overmaken, af- en bijschrijvingen bekijken en natuurlijk ook sparen. ING ziet de opkomst van het financiële snackmoment. Nou, wereldwijd zien we natuurlijk een ontzettende revolutie van mobiel. 5% van het internetverkeer in de hele wereld gaat al via het mobieltje. Kijk naar Azië en Afrika. Daar groeit een hele generatie op die de desktop eigenlijk niet meer kent. Maar in één keer de stap maakt naar smartphones en tablets. En ook dat zien we in Nederland. Want in 2011 zijn van elke 3 verkochte telefoontjes 2 een smartphone. Dus wij verwachten dat zeer binnenkort de helft van de Nederlanders met een smartphone rondloopt. Ja, en die klanten willen ook allemaal met gemak hun bankzaakjes kunnen regelen. Wat nou zo bijzonder is aan een mobiele app, is dat je alleen maar je mobieltje nodig hebt om te kunnen mobiel bankieren. Zo'n 750.000 mensen hebben de mobiel bankieren app van ING al gedownload. En dat worden er alleen maar meer. Twintigers lopen voorop met de app. Maar gebruikers van de app zijn van alle leeftijden. De oudste is zelfs 98. We zien dat klanten er echt anders mee omgaan dan met internetbankieren. Bij internetbankieren loggen klanten gemiddeld 1 tot 2 keer per week in. En op de mobiele app is dat 1 keer per dag. Dus klanten hebben gewoon heel veel behoefte om een saldo te weten. En we hebben het natuurlijk ook zo simpel gemaakt dat je het overal kan doen. In de kroeg, in de trein, maar ook veel thuis op de bank. En ik noem dat het financiële snackmomentje. Je kan gewoon veel makkelijker, veel sneller dingen doen. Je kan dan wel snel je banksaldo checken. Dus dat vind ik wel handig. De mobiel bankieren app van ING is continu in ontwikkeling. Tientallen mensen in ontwikkelteams werken dagelijks aan innovaties om de app volledig af te stemmen op de behoeften van de klant. Het wordt steeds gewoner om allerlei zaken mobiel te regelen. ING verwacht dat niet alleen dagelijkse bankzaken gemeengoed zullen worden, maar dat mensen ook steeds meer open zullen staan om ook complexere bankzaken, zoals beleggingen, mobiel te regelen. In de 16e eeuw was het de Italiaanse drukker Aldus Manutius die de basis legde voor wat wij tegenwoordig de komma noemen. In de wereld van de grote getallen zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar wat er achter de komma staat.
Terug naar 2011. ING Nederland heeft in 2011 ruim 1 miljard winst gemaakt. Dat was ongeveer 10% minder dan het jaar daarvoor. ING Nederland had te maken met moeilijke marktomstandigheden. En dat zagen we vooral terugkomen in de tegenvallende inkomsten. En die inkomsten stonden vooral in het vierde kwartaal behoorlijk onder druk. Ondanks de winst die ING Nederland over 2011 maakte, kondigde het bedrijf in november een reorganisatie aan, waarbij 2700 banen zullen verdwijnen. 1 miljard winst, dat moet je toch relateren aan de omvang van het bedrijf en de risico's die we nemen. Daarnaast denken we dat we ook door te investeren in processen en systemen de klantservice kunnen verbeteren. Helaas betekent dat wel dat we het met minder mensen in de toekomst gaan doen. Na de krediet- en bankencrisis zijn er nieuwe regels in het leven geroepen waaraan banken moeten voldoen. Zo moeten banken tegenwoordig meer kapitaalreserves aanhouden. Ook voor ING Nederland betekent dat dat wij steeds moeten streven naar een goed evenwicht tussen enerzijds betaalde goederen en spaargeld en anderzijds de uitzetting in de vorm van hypotheken en zakelijke kredietverlening. Wij verwachten dat 2012 toch weer een vrij uitdagend jaar zal worden. De economie zit wat dat betreft niet mee. Van groot belang voor ons is dat we de balans echt op orde hebben. En dat betekent dat we echt ook de nadruk op het binnenhalen van spaargeld zullen leggen. Zodat we ook blijvend kredietverlening kunnen verstrekken. Zowel hypotheken als zakelijke kredietverlening. Dus alles in de juiste balans. Om nog beter te weten wat er bij haar klanten speelt, gaat ING nu ook structureel online de dialoog aan. Ik vind het een goede aanpak. Ik denk dat het goed is dat een bank klanten wijst op de toekomst en hen daarbij helpt. Dat moet nog blijken natuurlijk. Maar een begin is altijd fijn. Dat is geweldig, ja, tuurlijk. Dat is goed voor de klanten zelf, tuurlijk. Dan hoeven ze een beetje goed ingelicht worden. Op ING.nl kunnen klanten reageren op thema's die eens in de 3 weken wisselen. Het eerste onderwerp waarover van gedachten wordt gewisseld is het pensioen. Nog 8 jaar moet ik. En kijkt u er een beetje naar uit? Nou lief, ga ik morgen stoppen als vandaag hoor. Ik denk, nou, als we ons huis afbetaald hebben tegen dan zie ik het wel zitten. Oh, het leeft eigenlijk niet zo bij mij eerlijk gezegd. Waarom niet? Omdat het aan mijn gevoel nog ver weg is, maar dat is relatief natuurlijk. Het is angstig dichtbij. Wanneer je jong bent is het eigenlijk ook beter om al wel mee bezig te zijn en te kijken naar de toekomst. En dat is in principe van mij niet zo heel erg goed. Ik zou me eigenlijk wel mee bezig moeten houden, zeg ik het zelf. Want het is wel heel belangrijk, anders kun je natuurlijk niet genieten. Andere onderwerpen waar klanten in de toekomst onder meer over kunnen meepraten zijn beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat 2012 een moeilijk jaar gaat worden. We zien dat de Nederlandse exportsector last heeft van de zwakkere wereldeconomie en de problemen in Europa. En consumenten gaan de bezuinigingen nu echt voelen in hun portemonnee. Bedrijfsinvesteringen en de consumentenuitgaven zullen waarschijnlijk dalen. Maar er zijn ook lichtpuntjes. De europaniek van eind vorig jaar is iets afgenomen. En de Duitse economie, onze belangrijkste handelspartner, houdt zich relatief goed. Sterker nog, als we bijvoorbeeld kijken naar de kaart, dan blijkt dat Duitse producenten behoorlijk optimistisch gestemd zijn. In Nederland en andere noordelijke euro-lidstaten zijn producenten duidelijk minder optimistisch. En in Zuid-Europa, dan zitten producenten echt in zak en as. Ondanks de lichtpuntjes moeten we er toch rekening mee houden dat de Nederlandse economie dit jaar licht zal krimpen. En die krimp zal er waarschijnlijk toe leiden dat de werkloosheid oploopt. Wel denk ik dat de werkloosheid in Nederland, die nu ongeveer 5% is, ver af zal blijven van de extreem hoge niveaus in sommige Zuid-Europese landen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Spanje, daar is de werkloosheid op dit moment bijna 23%. En in Griekenland is de werkloosheid bijna 20%. 2012 zal economisch gezien waarschijnlijk geen gemakkelijk jaar worden. De gevolgen van de Europese schuldencrisis worden voelbaar. Maar als de eurocrisis niet voor nog een nieuwe storing zorgt, dan zou de Nederlandse economie in de tweede helft van dit jaar geleidelijk weer wat moeten aantrekken.